Welkom, lieve cultuurkanaalkijkers, bij een nieuwe aflevering. Onze eerste gast liet in 2022 van zich opmerken tijdens The Voice van Vlaanderen. Je weet wel, het programma waarbij je als kandidaat één liedje moet zingen en je met knikkende knieën hoopt dat er één jurylid of zelfs meerdere gaan omdraaien. Maar helaas, toen kon hij de jury niet bekoren. Maar wel heel wat andere muziekliefhebbers. En hij werd al meteen geboekt voor meerdere concertreeksen. Hij zei toen al, hopelijk is dit een springplank naar meerdere optredens. Wel, laten we het hem zelf even vragen of hij nu effectief gesprongen is. Welkom Sven de Gent. Dankjewel. Goedemiddag. Hoe gaat het met jou? Goed. Alles in orde, zeker weten. Blij dat jij tijd kon vrijmaken om naar onze studio te komen. Ik ben blij dat ik mocht komen, dankjewel. Het klopt toch dus dat ik zeg, dus jij hebt deelgenomen in 2022 aan The Voice van Vlaanderen. Klopt. Weet je nog met welk liedje? Dat was Fall on Me. Dat was eigenlijk gebaseerd op een duet tussen Andrea Bocelli en zijn zoon, Matteo Bocelli. Ja. Ik vond dat altijd een supermooi nummer. Mm-hmm. En ook wel een beetje toepasselijk, omdat dat eigenlijk, als je goed naar een tekst luistert, het is een heel mooi nummer. Mm-hmm. En ik voelde er zo, je kunt dat soms met een nummer voelen, zo'n connectie of zo. Ja. Dus jij had een connectie met dat nummer. Ja. En jij probeerde je dan op die manier ook de jury... Ja, ik hoopte dat bij de jury dan effectief in... Want jij hebt wel heel veel lovende commentaren gekregen van de jury. Klopt. Hoe voelde jij daar dan bij? Van, je brengt de nummers, er is niemand die draait. Ja, dat was wel heel raar. Er gaat een heel lang traject, alvorens de Blind Auditions op tv. Ja. Dus dat was dan altijd zo afwachten van, hey, ben ik er door of niet? En uiteindelijk komt het dan op de Blind Auditions. Dus ik doe mijn nummer. De commentaren waren inderdaad goed, dus ik was ook heel blij. Maar toch had er dan niemand niet gedrukt. Dus dat was wel heel dubbel. Goede commentaren, niet gedrukt. Oh, wat lag het dan? Zo, ken je dat? Ja. Maar ik heb dat hoofdstuk daarom wel goed kunnen afsluiten. Omdat de commentaren goed waren. Want je hebt wel, dus andere muziekliefhebbers, je hebt wel van jou laten opmerken. Hè? Want jij mocht dan ook al meteen deelnemen aan meerdere concertreeksen. Ja. Kan je daar iets meer over kwijt? Hoe dat voor jou eigenlijk was? Want je hebt dus auditie gedaan voor The Voice. Want weet je nog hoeveel keer dat die auditie bekeken is? Ja, dat was over de 500.000 keer, denk ik. Ik heb het opgezocht. Waren er meer dan 600.000. Ja, kijk eens. Ja, dat was wel fantastisch. Ja. Dat kan inderdaad wel voor jou als je zo... Want dat was dan ook de eerste keer dat jij in aanraking kwam met muziek. Ja, klopt. Ja, vooral zingen voor een publiek. Dat was echt nieuw. Ja. Daarvoor, muzikaal. Ik heb altijd heel veel gezongen, maar dan vooral thuis onder de douche. Het is niet verder gegaan. Nee. Bij vele muzikanten is dat zo, als in de douche. Klopt. En dan toch de stap gezet. Maar inderdaad, ook de reacties en commentaren na mijn auditie, dat was ongelooflijk. Ja. En hoe komt het dan eigenlijk dat je dan toch die stap gezet hebt om een auditie te doen voor The Voice van Vlaanderen? Ja, dat is eigenlijk... Ik heb heel lang getwijfeld en mijn vrouw heeft me ooit eens ingeschreven voor nog een andere zangwedstrijd. Mm-hmm. Wat dat dan nu weer was, ik wil het kwijt zijn, dat is al lang geleden. En dan mocht ik ook op een auditie, maar dan heb ik dat toch gecanceld. Puur faalangst eigenlijk. Mm-hmm. Faalangst, podiumvrees bij ons thuis. Mijn papa en mijn zus, die kunnen eigenlijk ook heel mooi zingen. Zit in de familie. Ja, maar hebben het ook altijd voor onder zelf gehouden. En ik had op een gegeven moment wel zo de klik gemaakt van kijk, als ik dan naar bijvoorbeeld een optreden van Il Divo zag en ik zag die mensen genieten op het podium ook, Il Divo zelf, en de reacties van het publiek, dan heb ik wel de klik gemaakt van ik wil dat ook proberen, van mensen te raken, mm-hmm. Met mijn stem dan. Met jouw stem, ja. En ook de geboorte van, van onze dochter, Alice. Mm-hmm. Dat was ook wel een beetje een klik van kijk, ik wil wel aan mijn dochter meegeven dat, ook al heb je faalangst, podiumvrees, dat eigenlijk je niet mag tegenhouden van toch hetgeen te doen of te proberen gaan doen wat, mm-hmm. wat je leuk vindt. Ja. Dus dat was zo wat... Want het is inderdaad een groot verschil. Onder de douche heb je geen publiek. Klopt. Dan onmiddellijk een auditie doen voor, ik weet niet wie dat de coaches waren, 3 of 4? Vier. Koen Wouters, Jan Paternoster, Mathieu en dan Natalia. Ja, wel, dat zijn eigenlijk ook al 4 zangers, zangeressen die daar eigenlijk al heel wat mee te maken hebben. Dus ik kan mij wel inbeelden voor jou dat wel... wel een stap is dat je hebt moeten zetten. Hè? Zeker weten. Kijk, dus uiteindelijk zijn er daar dan concertreeksen uitgekomen. Ja. Hoe was dat voor jou dan? Want dat was heel leuk.
Je krijgt in het begin heel veel reacties, informatie van mensen ook die willen samenwerken. Mm-hmm. Dus dat was heel moeilijk in het begin. Ik zei dat tegen mijn vrouw ook van, wow, waar moeten we hier eigenlijk beginnen? Ja. Gelukkig had ik wel iemand, ik kende iemand die ook al zo wat in de muziekindustrie mm-hmm. bezig was. Dus die heeft mij dan zo wel een beetje, ook wel een beetje gewaarschuwd van, hey, er zijn effectief wel mensen waarmee dat je een beetje moet opletten. Ja. Want mensen zien u direct als een geldmachine of zo. Dat was heel raar in het begin, ja. En dan uiteindelijk ben ik dan terechtgekomen bij Kerst in Vlaanderen. Mm-hmm. Waar ik dan met artiesten zoals Jean Thomas, Celine Hermans, ja. André Lugowski, mm-hmm. Yannick Bovy. Dat was echt ongelooflijk voor mij. Daar heb ik heel veel geleerd ja. van heel ervaren artiesten. Ja. Dat waren ook stuk voor stuk hele lieve mensen. Dat was voor mij ook heel plezant. Want, ja, dat ze jou, dat je die ja, steun voelt ook. Ja, he, want van ik die ben van mijn mensen. Eigen zo wel een beetje onzeker. Ja. En als er dan mensen moesten staan die mij zo wel links laten liggen, dan zou ik dan nogal rap in mijn schulp kruipen. Ja, of zo, ja. Maar die hebben me echt heel hard omarmd eigenlijk. Mm-hmm. En dus die eerste concertreek, dat was effectief... Een schot in de roos ja, voor jou toch eigenlijk. Wel. Dus dan had toch je, wel. Ja, dus dan had je zoiets van, kijk, dat is toch wel iets wat ik graag ja. zou verder willen blijven Klopt. Doen. Daar ja. heb ik eigenlijk zo geproefd van het echt zingen voor dan een publiek die speciaal voor... U komt op de affiche, zal ik zeggen, want de Voice van Vlaanderen, ja, je doet daar al mee. Miljoenen mensen kijken, maar ze kijken niet voor u of ze snapten. Ze kijken echt welke mm-hmm. artiesten komen er allemaal zo. Ja. Maar dan Kerst in Vlaanderen was dan echt... Ja, dat was heel leuk. En je hebt eigenlijk ook een voorliefde voor operettezang eigenlijk. Ja. Want je hebt wel een heel passende stem daarvoor ook, ja. he, uiteindelijk. Klopt. Dus hoe zou jij je stem zelf omschrijven? Ik heb wel een klassiek getinte stem. Ja. Ik weet ook niet van waar dat komt of hoe dat... Dat is ook bij ons thuis was dat eigenlijk niet echt... Het is er niet met de paplepel ingegoten of zo, mm-hmm. klassieke muziek. Ja. Het is eigenlijk een beetje door Il Divo, de eerste cd, toen ik 14 jaar was. Mm-hmm. Goh, ik heb die... Ja, ongelooflijk veel afgespeeld, zal ik zeggen. Ja. En dan zo wat in het klassieke genre gerold. Ja, mm-hmm. ja en dat, je voelt dat dan. Je begint dat dan zelf ook wat te zingen. En dat gaat... En zo rolde er eigenlijk zo'n beetje... Ja, ja. Ja. Dus dat toch wel iets is dat ja. bij jou past. Klopt. Dat je zegt van, kijk, daar wil ik in, voilà. In verder voilà. Gaan. In die klassieke stijl ja. dan eigenlijk. Ja. Ja. Want dus na die concertreeksen ben je dan eigenlijk ook een bandje begonnen ja. eigenlijk met... Met Jan Buitens en Michael Anzo, hè, Trivocci. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Dat was een vraag van VDM Producties uit, waar ze ja. er nog altijd super dankbaar voor ben. Mm-hmm. Ze zochten eigenlijk een derde tenor ja. En ik kwam toen net op tv. Mm-hmm. Dus dat waren voor hun en voor mij zo wat puzzelstukjes die in elkaar vielen. Mm-hmm. En ik kreeg dan de vraag voor van Michael Lanzo zelf. Die stuurde mij Michael Landuit ineens. Ik zei tegen mijn vrouw, ik zeg, ah, hey, ja. Michael Landuit. We hebben vroeger heel veel naar Belgians Got Talent gekeken, dus ja, ja. ik herinnerde mij direct. Dus dat was heel tof. Dat we dan in het begin moesten dan de eerste samenwerking. Ja, dat was zo wel een beetje... Langs hun kant uit een vleeskeuring. Want ja, voor hetzelfde geld zing ik een nummer op The Voice. Is dat goed? Ja. Maar is dat voor de rest eigenlijk? Ja, klopt. Ja. Dus, maar dat was ja, geweldig. Ja. Geweldig. En dan ben je dus Trivocci eigenlijk ja, geworden. Klopt. Ja, ja. En voor wat staat dat, Vocci? Die drie, dat ken ik wel, maar Vocci... Trivocci is eigenlijk drie-stemmig. Drie-stemmig, ik denk dat dat zo wat ja, de redenering erachter is. Van, we zijn drie tenors. Mm-hmm. We proberen toch wel meer stemmige stukken in ons repertoire te steken. Een blend van verschillende stemkleuren. En dat, is, ja, dat heeft heel veel succes. En dat is zelf geweldig om daar een deel van uit te maken. Mm-hmm. Ja. En wil je daarin verder gaan? Dus, want je maakt nu deel uit van die groep Trivocci. Ja. Wil je dan ook verder solo gaan? En ook voor de klassieke muziek verder gaan? Of... Zou je iets anders willen proberen? Ja, dus Trivocci is inderdaad klassiek gericht. Mm-hmm. Dat is wel waar mijn hart ligt, om het zo te zeggen. Ja. Maar ik moet zeggen, ik ben nu solo ook hier en daar aan optreden. En ik ben dan zo wat ontproeven van andere muziekstijlen. Ja. Wat dat eigenlijk nooit niet echt van toepassing is geweest. Of ik heb er nooit niet echt om gedacht van, ik ga eens iets anders proberen. Maar nu begint dat zo stilletjes aan wel, zo wat een beetje croonernummers zo. Dus ik ben eigenlijk nu momenteel... Wat een beetje aan het experimenteren eigenlijk. Ook voor mezelf, wat vind ik leuk? Wat, mm-hmm. wat past er bij mijn stem? Ja. Dat is ook altijd, ja, je kunt een nummer zingen van eender wie, maar als het niet bij je stem past, dan
of je kunt het niet naar je hand zetten. Mm-hmm. Ja, dan moeten we wel een beetje opletten. Dus ik ben vooral zoekende solo. Ja, ja, ja. Ik ben nog zoekende. Maar ik vind het ook wel leuk voor solo op te treden. Ja, ja, oké. Okay. Dan zou ik eigenlijk voorstellen, nu dat we toch bezig zijn over de klassieke muziek, heb je zin om voor ons een nummer te zingen? Tuurlijk, met veel plezier zelfs. En welk liedje ga je zingen? Ja, O mio babbino caro. O mio babbino caro. Klopt. Wel, Sven, ik zou zeggen, ga naar het podium en breng het nummer O mio babbino caro. Dankjewel. Kijkers thuis, hier is Sven met O mio babbino caro. Bambino Caro. Weet je ook waarover het nummer gaat? Want ik heb wel duidelijk gezien dat je het vol overgave zingt. Ja, klopt. Dan moet je het toch wel een beetje weten. Ja, het grappige is, eigenlijk is het een vrouwelijke aria. Mm-hmm. Het gaat eigenlijk over een vrouw die de hand vraagt voor te trouwen met haar man, aan haar vader en grootvader. En ze zegt eigenlijk van, als ik niet mag trouwen met die man, gooi ik mij van de brug Ponte Vecchio. Ja. Een brug in Italië. Ponte Vecchio. Daarover gaat het eigenlijk. Dus het is wel wat een dramatisch nummer. En eigenlijk, een nummer voor een vrouw. Ja. Maar ja, als je dan gewoon even de link legt naar ik ben de man in dat verhaal, in hetzelfde verhaal gebaseerd op de man, dan kan ik dat wel... Kan je dat wel mooi tot uiting brengen. Klopt, ja. En hoe weet je dat eigenlijk? Het verhaal van dat nummer? Ik volg nog zangles bij Peter de Smet. Mm-hmm. En die heeft me dat eigenlijk verteld. Ja. Ik heb gezegd tegen hem, ik zeg, kijk Peter, ik vind een fantastisch mooi nummer. En dan vroeg hij mij eigenlijk, ja, maar we weten eigenlijk waarover dat gaat. En dan zeg ik eigenlijk, ja, nee. En dan heeft hij het mij eigenlijk gewoon uitgelegd. Ja. Ik vond dat eigenlijk wel een mooi verhaal. Mm-hmm. Daarmee kan ik mij zo wel een beetje voelen in dat nummer. Ja, want jij zingt wel heel veel liedjes in het Italiaans natuurlijk. Ja, klopt. Ja, dus dan is het inderdaad wel mooi meegenomen dat je weet wat dat je ook zingt. Want klopt. Anders is dat een beetje... Ja, je zingt een anderstalig nummer, moet je toch een heel klein beetje het verhaal van ja, het zingen. Ja, vind ik ook wel. Klopt. Dus jij volgt ook zangles, hè? Want inderdaad, vooral de klassieke muziek kan jou bekoren. Dus ook nooit een overweging had voor dat je eigenlijk aan The Voice hebt dan deelgenomen om je klassiek te laten scholen of zo. Dat je zei van, kijk, ik wil
zanglessen volgen via een conservatorium? Ja, eigenlijk is dat nooit bij mij opgekomen, want ik, vroeger was dat nog altijd gewoon het zing onder de douche verhaal. Dus dat is nooit niet echt in mij opgekomen van ik wil er eventueel iets professioneel mee proberen. Ja. Maar dat ik dan die klik heb gemaakt voor The Voice, ben ik dan wel zangles beginnen volgen. Ja. Maar ervoor was dat was nooit niet echt van toepassing. Nee. Dus dat is niet in mij opgekomen, waar ik eigenlijk nu wel een beetje spijt van heb. Ja, want ik daar veel vroeger werk had ingestoken en vroeger met zangles begonnen. En dan had ik uiteraard wat verder gestaan. Puur qua stem en vocaal gezien. Ja. Maar kijk, nu zijn we er volop aan het werken. En ook nooit een goesting gehad om een muziekinstrument te spelen of zo? Nee, eigenlijk nooit. En ik heb er ook keiveel spijt van nu. Ja, ik ben recent een beetje begonnen met gitaar te spelen. Ja. Van het dan zo wat te ontdekken. En dan denk ik toch van, waarom ben ik daar gewoon nu niet vroeger mee begonnen? Nochtans heeft mijn zus piano tijdje gespeeld. Dus eigenlijk kon ik perfect meegaan met de muziekles. Maar ja, ik deed atletiek. Ik had ook veel wedstrijden. Dus ik was ook veel weg. En dan nog school. En dus ik had eigenlijk zo niet echt... Niet echt de klik van, ik wil ook een instrument spelen. Ja. Spijt dus genoeg. Vroeger voor het zingen was je nog sportief. Ja, klopt. En doe je dat er dan eigenlijk ook nog bij? Dus naast het zingen nog sporten? Ja, ik probeer nu een beetje naar de fitness te gaan. Omdat ik ben wel iemand die op mijn gewicht moet letten. Ja, want je moet ook fit zijn voor optredens te doen. Hè? Want dat is dan eigenlijk mijn volgende vraag. Welke plannen heb je nu nog? Dus staan er al concertreeksen gepland of optredens? Ja, met solo heb ik 8 september mijn eigenlijk eerste eigen concert, zal ik zeggen. Ja. 8 september. 8 september, In de Gekke Haan in Calo. Dus daar zijn we nu eigenlijk een beetje naartoe aan het werken. Mm-hmm. Voor de rest, met Trivocci hebben we ons eerste grote concert 20 oktober. Ja, oké. Okay. Ja, In de zin van met een groot orkest erbij, ons eerste albumvoorstelling. Dus er is wel wat opkomst. Ja. Ja. Maar ik wil nog eens teruggaan dus naar het concert op 8 september. Ja. Dus dat draait dus alleen volledig om jou. Ja, klopt. Ja. Heeft die concertreeks ook een specifieke naam of zo? Ik weet niet dat je zegt. Het is eigenlijk gewoon Sven de Gent. Onder Sven de Gent. Intiem is het concept. Omdat de Gekke Haan is een charmante zaal, mm-hmm. ook een intieme zaal. En de nummers die gaan gebracht worden zijn wel zo wat de mooiere nummers. Dus intiem in de zin van mensen gaan achterover kunnen leunen. Dus wil je al iets meer prijsgeven van welke muziek? Weet je al welke nummers dat je gaat... Of zeg je van, nee, ik wil dat nog niet kwijt. Uiteraard zit Omio Babino Caro daar ook tussen. Omio Babino Caro, Voor de rest, het gaat ook een paar nummertjes van Michael Bublé tussen zitten. Mm-hmm. Dus een beetje de crooner. En voor de rest zou ik zeggen, dan zouden de mensen maar moeten kunnen komen kijken. Hè. Ja, maar we gaan het hier zeker noteren. Voilà, dus 8 september in de Gekke Haan. In Calo, klopt. In Calo, ja. Dus in Beveren is dat klopt. Ook. Ja. Oké. Okay. En welk uur? Dus wanneer kunnen ze er zijn? Het is, dat is een zaterdag, hè? 8 september. Ik denk dat het om 2:30 start. Mm-hmm. Het effectieve uur staat op de affiche, maar ik zou durven zeggen dat het 2:30 middags is. Ja. En hoe ga je je daarop voorbereiden? Want ik kan me wel best voorstellen, dat is de allereerste keer dat je effectief alleen een concert gaat geven. Ja, klopt. Ik heb de nog solo. Ja, ik heb dus nog... ik heb al iets solo, maar dan sta ik meestal op een affiche met andere mensen. Ja, voilà. Maar deze is anders. Ja, deze is echt het eerste eigen concert. Begeleid door een pianist, composist. Alain Verreese, denk ik. Mm-hmm. Ja. Dus we zijn er naartoe aan het werken. Er staan wel wat repetities gepland, want ik zei ook tegen mijn vrouw, dat moet er wel bonk op zijn, hè, om het zo te zeggen. Tuurlijk, Dus we zijn er naartoe aan het werken. Dat moet op netvlies gebrand zijn. Ja, dat vind ik wel. En vooral op de trommelvlies ook. Voilà. Dus dat het allemaal bijblijft, natuurlijk. Ja. Dus 8 september die concertreeks, dus van Sven de Gent. Dan in oktober met Trivocci. Ja, klopt. En heb je nog andere plannen? Bijvoorbeeld, want ik weet nu niet op dit moment, heb jij eigen muziek? Of is dat iets waar je zegt, ben daar op dit moment nog niet mee bezig, maar dat wil ik wel graag nog? Ja, momenteel zijn we dus nog niet met eigen muziek bezig. Mm-hmm. Maar dat is wel zeker de bedoeling naar de toekomst toe. Ja. Het is, zoals ik zei, met Trivocci is het duidelijk klassiek. Maar solo, ik ben nog zo zoekende, dat nog even op de, dat nog niet van toepassing is momenteel. Nee. Maar zeker wel de bedoeling naar de toekomst. Ja.
Dus je bent nu nog eigenlijk een beetje Nederlandstalig. Alles komt aan bod, het crooner-gedeelte. Ja, ja. Ja, okay. Inderdaad. En wat zijn jouw plannen voor in de zomervakantie? Voor de zomervakantie? Op een muzikaal vlak? Op muzikaal, privévlak, ah, ja. Dat mag je alles kwijt bij ons op de sofa. Het is eigenlijk in de zomervakantie vooral werken eigenlijk. Ik werk nog in shift ook nog, vol continu in de chemische sector. Mm-hmm. Dus vooral, vooral werken. Ja. Repeteren, dat is zo het hoofdding van de zomer. Okay. Werken en repeteren. Okay. Maar ik ga je ook nog niet laten gaan, want jij moet voor ons nog een nummertje zingen. Klopt. Welk ga je zingen? What's Another Year van Johnny Logan. Van Johnny Logan. Ja. Zijn songfestivalnummer. Klopt. Heb je gekeken dit jaar naar het Eurovisie Songfestival? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het niet zo gevolgd van het jaar. Ja. Dus ik ben er liever eerlijk in. Dus eigenlijk niet. Maar Johnny Logan is wel iemand die altijd bij mij ook is blijven hangen. Ja, prachtige stem. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja, gaat dat nummer ook in jouw concert zitten zaterdag 8 september? Als je het niet wil prijsgeven, geen probleem. Wat denkt u zelf? Ik zou zeggen, mensen thuis, koop tickets voor 8 september voor Sven de Gent zijn concert. Okay, maar ik ga jou nog niet laten gaan, want jij gaat dus eerst nu nog het nummertje zingen. Ja, met veel plezier. Okay. Alvast bedankt voor het fijne gesprek. Ja, dank u voor de uitnodiging. Ik wens jou nog heel veel succes. Dus met het zoeken naar welk soort muziek dat je wilt brengen. En natuurlijk op 8 september ook, hè, voor jouw concert. Klopt, dank je wel. Goed. Merci. Kijkers thuis, hier is Sven met What's Another Year. I've been waiting such a long time, looking out for you, but you're not here. What's another year? I've been waking for such a long time, reaching out for you, you're not here. What's another year? What's another year to someone who lost everything that he owned? What's another year to someone who's getting used to being alone? I've been praying for such a long time, 'cause that's the only way to hide my fear. What's another year? Another year, someone who's getting used to being alone. I've been crying for such a long time, with such a lot of pain in every tear. What's another year? What's another year? What's another year?